start gevallen. Wel om de leiding in het midden van de baan gaat Agnes Victory hard naar voren. Agnes Victory wordt opgevangen door Auke Dalmere. Daarachter ligt Amber van Ranum. En Zietje is ook goed weg, ligt vierde. Helemaal aan de buitenzijde gaat Sambesi naar voren. Maar dan gaan de eerste bocht in. Agnes Victory heeft de leiding genomen. Op de tweede plaats Auke Dalmere. Aan de buitenkant opkomende Zambesi. Galoppaard in de bocht van Zietje. Zo gaan de paarden de bocht door. Leiding in handen van Agnes Victory. Uitgeschakeld nummer 3. Galop. Agnes Victory komt onder druk van Zambesi en daarachter de grote Auke Dalmere. Dat zijn de eerste drie. Op de vierde plaats Amber van Ranum. De rest van het veld heeft daarachter positie gekozen. De favoriet Amica Chip ligt in de start van het veld in het tweede spoor. Zo komen de paarden voor de tribune langs. En daar neemt Tom Kooijman de leiding over. Althans, dat probeert hij met Zambesi. Zambesi aan de binnenkant houdt Agnes Victory er nog een voorbeen tussen. Agnes Victory's voorbeen dus verhindert dat Zambesi de kop overneemt. Maar nu gebeurt dat wel. Zambesi de leider met nog een ronde te gaan. Galoppaard in het achterveld van het paard van Luitenvries. En dat is Astoria RL. Uitgeschakeld nummer 5. 5 galop. Zambesi leidt. Op de tweede plaats Agnes Victory. Naar het tweede spoor gaat Auke Dalmere. En binnendoor schuift op Amber van Ranum. Daarachter op de vijfde plaats Ari Alki. Zesde Zasco W. Zevende Adelaide Boko. Achtste is Every's Wish. En negende en laatste Amica Chip. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Langgerekt veld. In de start van het veld gaat naar het derde spoor Amica Chip. Met een meetrekt in het tweede spoor Every's Wish. Start van het veld dus. De kop van het veld is ook belangrijk. Daar ligt nog altijd Zambesi voor Agnes Victory. Auke Dalmere heeft het moeilijk in het tweede spoor. Kan niet versnellen. En dat doet de rest van het veld wel. En dus zakt hij terug. En zo zijn de paarden in de laatste 500 meter. Zambesi leidt. Agnes Victory tweede. Zasco W gaat drie dik naar voren. Ligt nu derde. En daar komt ook Amica Chip aan door het vierde spoor. Zo gaan de paarden de laatste bocht door. En de koploper is inmiddels halverwege de laatste bocht. Zambesi gevolgd door Agnes Victory. En daarachter vier paarden op één lijn. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Zasco W komt ook naar voren. En zo zijn ze in die laatste rechte lijn. Nummer 9 galop. Met nog altijd Zambesi aan de leiding. Zambesi, gigant van een outsider, leidt nog altijd. De rest lijkt eigenlijk niet in te lopen. Agnes Victory ligt nog altijd tweede. Adelaide Boko komt heel hard aan, maar loopt zich vast aan de binnenkant. Daar is geen ruimte meer. En dus gaat Zambesi hier mooi winnen met Tom Kooijman. Zambesi, tweede plaats is voor Agnes Victory. Derde, dat scheelt weinig tussen Adelaide Boko of aan de buitenkant Ari Alki.